Het najaar komt er weer aan. Ik dacht, het is het perfecte moment om te snoeien in de tuin. Maar ja, je hebt nogal keuze uit verschillende soorten snoeigereedschap. En waar moet je nou op letten en welk soort gereedschap neem je nou voor welke snoeiklus? Nou, deze kennen we allemaal wel. Het is een handheggenschaar. Wat belangrijk is, is dat deze scherp is. Dat je hem goed scherp houdt en schoon. Dat je geen ziektes over kan brengen. Dat heb je eigenlijk in verschillende soorten. Een wat kleinere, bijvoorbeeld voor buxusbollen. En wat langere, met uitschuifbare armen. En die kan je heel erg goed gebruiken als je wat hoger moet knippen. En naast de hegscharen heb je de handsnoeischaren voor het wat fijnere werk. Je hebt hele fijne schaartjes bijvoorbeeld voor druiventorsjes af te knippen of voor boeketten. En je hebt wat zwaardere snoeischaren, hier heb je er eentje met een meerollend handvat. Dat is dan weer ergonomisch. Maar een snoeischaar moet echt passen bij je hand en bij het werk wat je in de tuin te doen hebt. Dat is belangrijk. Nou, je hebt verschillende modellen. Net wat je leuk vindt en wat fijn aanvoelt. Dit is bijvoorbeeld een vrouwenmodel, die is wat fijner. Nou, wat wel belangrijk is, hou hem goed schoon, hou het blad scherp, bijvoorbeeld met een wetsteentje. Je hebt een beetje olie om te zorgen dat hij lekker blijft lopen. Kijk, dan gaan we naar het zwaardere werk. Dikke takken knippen en dat doe je met een snoeitang. Die heb je ook weer in verschillende soorten. Dit is een vrij kleine, je hebt ze ook wat groter, weer met telescopische armen. Kijk, dan kun je nog meer kracht zetten. Eens even kijken of het ook goed gaat, zo. Kijk. Kijk. Als je er niet uitkomt zo, dan kun je hem altijd op je schouder zetten. En dan met twee handen. Hatsa. Zo werkt dat. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de snoeizaag. Altijd voorzichtig mee zijn, want dat zijn verdomd scherpe tandjes. Kijk, dan heb je, als je de hoogte in wil, ook nog de zogenaamde stoksnoeischaar. Of stokzaag. Kijk, dat werkt vrij simpel. Voor als je er niet bij kan bijvoorbeeld. Ja, mocht je echt toekomen aan het zware werk, dan heb je misschien wel een motorzaag nodig, maar daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn, want je zal niet de eerste zijn die zijn been eraf zaagt per ongeluk. Ik heb er allerlei cursussen in gehad, dus wel voorzichtig ermee zijn. Maar ik zeg, lekker aan de gang en snoei maar!